ijzige stilte in de gangen en in het klaslokaal kun je een speld horen vallen. Het is niet zomaar iets, het maken van de CITO-toets. Maar om het nou heel spannend te noemen... We hebben al eerder een oefencito gedaan en toen viel het eigenlijk wel mee. Dus ik was er niet heel erg zenuwachtig voor of zo. Wel een beetje zenuwachtig, maar niet heel erg. Ook omdat ons niveau al is bepaald, dus het zou niet heel veel kunnen uitmaken. Behalve als je echt heel, heel, heel slecht gaat scoren, maar daar ben ik niet echt bang voor. Het belang is om het niveau van de klas en van de school te bepalen. En als het enigszins kan, kunnen we eventueel nog de adviezen opschalen. De CITO-toets wordt vaak belangrijker genoemd dan hij in het echt is. Maar toch, leerlingen en school treffen voorbereidingen. Wij doen meestal een oude toets van voorgaande jaren. Die nemen we één keer af. Dat doen we december, begin januari. En dat is eigenlijk het enige. En voor de rest raden we ze aan om op tijd naar bed te gaan en uitgerust hier te komen. Voor de rest niet. En in de rekentoets, daar zat vandaag toch wel een lastige opgave. Bij rekenen vond ik 1 breuksom best lastig. Je had dus een kaas en die was 11 kilo, 1 tweede. En dan moest je daar 3/4 van afhalen. Helemaal voor spek en bonen is de CITO-toets niet. Want er wordt serieus naar de resultaten gekeken. Voor ons is het eigenlijk meer van het moet ons advies onderschrijven. Wij gaan ervan uit dat wij ze zo goed in de peiling hebben dat we voor 90-95% van de adviezen moeten kloppen met wat het advies van de CITO-toets zal zijn. En daarom lijkt het erop dat geen van de leerlingen echt slapeloze nachten hoeft te hebben. Nee, niet erg, want het staat sowieso vast, maar ja, ik doe nog wel gewoon mijn best. Maar ik ben niet heel erg zenuwachtig of zo.